Welkom bij Rijnmond Nieuws. Zometeen onder meer alles over het opstappen van Jan Eversen en Rob Baan bij Sparta. Nu eerst kort het laatste nieuws. Er komen dit jaar geen extra maatregelen om de geluidsoverlast van de hoge snelheidslijn in de gemeente Lansingerland tegen te gaan. Dat is vandaag duidelijk geworden tijdens overleg op het ministerie van Infrastructuur. Volgens het ministerie blijft het geluid op het tracé in 2011 binnen de wettelijke norm. De omwonenden langs de spoorbaan in Lansingerland zijn zwaar teleurgesteld. Op de dag dat bij Sparta de trainer en technisch manager opstappen, maakt Feyenoord bekend dat er een nieuwe technisch directeur is gevonden. Martin van Geel volgt Leo Beenhakker op, die vorige maand op non-actief werd gezet. Van Geel is nu technisch directeur bij Rode JC. Vanaf 1 juli treedt hij aan in Rotterdam-Zuid, waar hij ooit speler was. Justitie heeft 10 jaar cel geëist tegen een 24-jarige Rotterdammer voor het plegen van een moord in een woning aan de Watertorenweg. Het lichaam van het slachtoffer werd in december 2007 gevonden in een sporttas. De verdachte, de eigenaar van de woning, zegt niets met de moord te maken te hebben. Volgens hem was het slachtoffer een logé, maar volgens justitie zaten de twee mannen in de drugshandel. Het 22-jarige slachtoffer was een vluchteling uit Rwanda die in België woonde. Vrijdag is het bewolkt. Op de meeste plaatsen blijft het droog. In de ochtend eerst nog kans op mist. Het westen. Sparta moet het morgen in de uitwedstrijd tegen Helmond Sport doen zonder trainer Jan Eversen. De 57-jarige Rotterdammer voelt zich verantwoordelijk voor de slechte prestaties van de Kasteelclub en is daarom opgestapt. En met hem is ook technisch manager Rob Baan verdwenen. Sparta is in de eerste divisie weggezakt naar een teleurstellende 10e plaats en daarom trekt Eversen het boetekleed aan. Ik heb een beslissing genomen in belang van de club. Ik kan er blijven zitten, maar ik zie geen vooruitgang met mij als ik daar blijf zitten. Nou, dan kan ik in mijn eigen belang blijven zitten, ja, tot het einde van het seizoen. En misschien word je dan niet weggestuurd, weer een paar keer, verlies een keer, weer een paar keer. Hou je misschien play-offs, weet je. En dan gaat het seizoen misschien als een nachtkaars uit. Nou, oké, dan ben je blijven zitten. Maar ik denk dat met een ander geluid voor de groep, geen ander gezicht, maar met een ander geluid voor de groep. En Jos, en ik denk dat Geert dat ook gaat doen, dat denk ik. Die kennen de jongens heel goed uit de jeugd en uit de belofte. Ja, misschien dat het beter is. Nu vertrekt Rob Baan ook bij Sparta in jouw kielzo. Wat vind je daarvan? Ja, ik kan er niet. Wat vind ik ervan? Hij is ook teleurgesteld in wat hij gepresteerd is. Laten we daar even voor opstaan. Dat ben ik ook. Ja, daar zijn wij samen verantwoordelijk voor. Hij trekt er ook zijn conclusies uit. Maar hij zal ook wat teleurgesteld zijn in het feit dat er geen continuïteit is gegeven aan de ideeën en de visie. Hoe kijk je naar de toekomst van Sparta? Er is natuurlijk net een nieuw beleidsplan ook gepresenteerd. Ja. Waarin ook continuïteit en rust wordt gepredikt. Ja, dit staat er dan toch weer haaks op. Ja, nou ja, kijk, het ging over stabiliteit en continuïteit. Ja, dan hadden zij in januari het advies van Rob Baan nog moeten volgen. Die heeft gezegd van ik wil dat de medische technische staf gewoon 3 jaar het contract verlengt. En dat is niet opgevolgd. He, daar was twijfel over. Nou ja, oké, dat geeft al aan dat het niet eensgezind was. En dat is hun goed recht. Als zij twijfelen over de kwaliteiten van de mensen die er zitten of zaten. Dan een twijfel is nooit goed. Dan moet je ook geen beslissing nemen om door te gaan. Dat hebben ze ook niet gedaan. Dus, En aangeschoven is nu sportverslaggever Ruud van Os. Ruud, heb jij een idee waarom Jan Eversen uitgerekend vandaag deze beslissing neemt? Ja, uitgerekend vandaag, dat doe je natuurlijk op de crematie van Tony van Ede, het clubicoon van Sparta. Dat is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Maar Jan heeft eerlijk gezegd dat hij dinsdag het besluit al genomen heeft. Dat gisteren aan de clubleiding heeft kenbaar gemaakt. Ja, morgen spelen ze tegen Helmond Sport. Dus ja, wanneer had Sparta dat dan naar buiten moeten brengen? Het is ongelukkig, maar volgens Eversen kon het niet anders. Ja. Hij had het al even over Jos en Geert. Dat zijn Jos van Eck en Geert Meijer, de assistenten die nu dus de plaats in hebben genomen. Vind jij het eigenlijk logisch dat Eversen is opgestapt? Ja, ik vind het logisch. Als er binnen het elftal nog maar weinig draagvlak voor een trainer is, ja, dan kan hij beter gaan. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Rob Baan. Binnen de club was er weinig draagvlak meer voor Rob Baan. Nou, die twee waren een beetje tot elkaar veroordeeld, Eversen en Baan. Baan had Eversen naar Sparta gehaald en stonden binnen de club op een eiland, waren geïsoleerd. Ja, dus als de een gaat, dan moet de ander ook vertrekken. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. En logisch, gezien de resultaten. Ja. We zagen net een openhartige Jan Eversen over zijn vertrek, maar hij haalde toch ook nog wel even uit naar de clubleiding. Ben je het daarmee eens?
Ja, vind ik niet helemaal chic van hem. Hij zegt, als ze in januari naar Rob Baan hadden geluisterd en mij voor 3 jaar hadden vastgelegd, net als de andere trainers, dan had dit niet gebeurd. Vind ik iets te makkelijk. Sparta is niet in de positie om een trainer 3 jaar vast te leggen. Dat kost veel te veel geld. En als je dan eerder van hem afscheid van hem moet nemen, moet je hem een veel te hoge afkoopsom meegeven. Dat is in het verleden te vaak gebeurd. Dus ik vind het logisch dat ze dat toen niet hebben gedaan. Ik vind het ook niet echt netjes dat Jan daar nu aan refereert. Ja, hij zit als een kat in het nauw natuurlijk. Ze hebben al, even kijken, 16 trainers versleten, hè, deze eeuw. Wie gaat deze club uit het slop trekken? Ja, ik heb het opgeschreven. Ik vind het even leuk hoor. Als je kijkt nadat Jan Evers in 99, toen hij al bij Sparta zat, ontslagen werd, kwamen Rox van Hanegem, Rijkaard, Weerox, Korbach van Leeuwen, Dekker, Snoei van Tichelen, Vloed, Aandewiel van Tichelen, Boy, Adelaar, De Mos en nu dus Eversen. Ja, dat is echt ongelooflijk. Zo'n ongelooflijke lijst. Ja, en als je dan aan mij vraagt wie moet hem opvolgen. Martin Jol zat afgelopen vrijdag op de tribune. Die is werkloos bij Ajax opgestapt. Bij Sparta Telstar keek hij toen naar de wedstrijd. Wie weet, maar ik zou meer kiezen voor een jonge trainer als Pastoor weg moet bij Excelsior. Of Faber van Eindhoven met de werkloze Henk ten Katen als technisch directeur. Ja, zo'n combinatie zie ik wel zitten. Wie weet luisteren ze. We praten zo meteen verder. Ja, Van Eck en Meijer zijn dus trainer nummer 17 en 18 van deze eeuw. Eeuw die pas 11 jaar oud is. Zij leiden vandaag hun eerste training op het kasteel. En daar spraken we ook met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Op de dag dat Tony van Ede gecremeerd wordt, besluiten Rob Baan, die vanochtend nog wel naar de training keek, en Jan Eversen om hun werk voor Sparta te beëindigen. Baan wil voorlopig niet voor de camera reageren, president-commissaris Willem Brucker wel. We hebben aan het begin van de week als directie-raad van commissarissen hadden het besluit genomen om gewoon met Jan Eversen het seizoen af te maken. En zoals ik eerder gezegd heb, we zoeken gewoon continuïteit en rust rond de organisatie. Dat is ook besproken door Rob Baan deze week met Jan Eversen. Maar Jan heeft gisteren besloten zelf om te zeggen van dat hij in het belang van Sparta voor zichzelf de beslissing heeft genomen om toch te gaan stoppen. En dat vind ik heel jammer. Tot aan het eind van dit seizoen staat Jos van Eck als trainer voor de groep. De werkwijze van Eversens assistent zal niet heel anders zijn dan die van zijn voorganger. Je probeert nu een draai aan te geven waarvan jij denkt dat die groep het net nodig heeft. Dat wil niet zeggen dat ik een andere denkwijze als Jan heb of had. Alleen je moet nu, je zit in een andere situatie. Je moet de groep uit een mentaal dip, als ik het zo even wil noemen, zien te krijgen om het plezier in het voetbal terug te krijgen. Want die jongens zijn ook aangeslagen, de trainer is weg. Toch is het geen geheim dat met name de jonge spelers veel problemen hadden met de werkwijze van Eversen. De trainer was vaak cynisch en mede door de 9 rode kaarten stuurde Eversen bijna nooit 2 weken achter elkaar hetzelfde elftal het veld in. Ik denk dat de rest van de spelersgroep zitten heel veel jonge spelers in. En Jan is toch wel een trainer met heel veel ervaring, dus die al heel lang in het vak meeloopt. Dus ook best op leeftijd. Dus ja, dat is toch een generatie eigenlijk even te ver. Ja, ik hoop dat als de jongens waren die het niet met hem konden vinden of die moeite hadden met zijn visie, dat die misschien nu wel beter gaan voetballen en vrijer gaan voetballen. Ik hoop het. Ik hoop dat we van die 10e plaats afkomen. Sparta onwaardig. Kijk, wij moeten er als spelersgroep gewoon alles aan doen. En in de spiegel durven kijken en te zeggen van luister, we hebben er ook niks aan gedaan. We hebben ook Jan een beetje laten vallen als spelersgroep. En in dat opzicht moeten we het nu dan laten zien bij een andere trainer. Dus jullie valt ook gewoon heel veel te verwijten? Nou, ik denk als je de laatste wedstrijd hebt gezien dat je dat zeker mag zeggen, ja. Ja, moet je Ruud nu concluderen dat Sparta met het opstappen van Evers en Baan de promotieaspiraties definitief on hold heeft gezet? Nou ja, als ik naar het spel van de laatste weken kijk, zou ik zeggen ja. Maar als je kijkt naar de feiten, nog 10 wedstrijden te gaan en een paar punten achter op een plek die aan het eind van het seizoen deelname aan de play-offs garandeert. Ja, zou ik zeggen nee. Maar Sparta speelt morgenavond uit tegen Helmond Sport, dat is de nummer 3. Dat is een lastige uitwedstrijd en er volgen nog een aantal hele lastige wedstrijden. Dus als Sparta zo blijft voetballen zoals ze de laatste weken spelen, dan kunnen ze het seizoen heel snel op een lelijke manier afsluiten. Ja. Nu heeft Sparta een paar weken geleden een meerjarenplan gepresenteerd om weer in de Eredivisie te komen en om ook Europees voetbal te gaan spelen. Wat gaat daar nu mee gebeuren? Ja, dat kan niet anders dan de koelkast ingaan. Ik bedoel, Sparta werd een beetje uitgelachen. Hè? Linker rijtje, structureel Europees voetbal. Ja, als je dan 10e staat in de Eerste Divisie en je trainer stapt op en je technische man stapt op, ja, dan word je daar alleen maar harder om uitgelachen. Dus Sparta moet maar eerst even de orde op zaken stellen nu. Snel een goede trainer vinden voor het volgende seizoen. En dan maar
eens heel langzaam aan dat meerjarenplan gaan werken. En voorlopig even aan het heden denken en niet aan de toekomst. Ja, dan hebben we het nog niet eens over de financiële situatie bij Sparta gehad. Hè? Waar eindigt dit? Waar moet dat naartoe? Nou, kijk, het verschil tussen Eredivisie en Eerste Divisie wordt steeds groter. Dus hoe langer je in de Eerste Divisie zit, hoe groter de achterstand wordt op de clubs in de Eredivisie. Dus Sparta had gehoopt snel terug te komen om weer aan te haken. Ja, als dat aanhaken dit jaar niet lukt, dan gaat het misschien wel nooit meer lukken. Laten we niet te ver vooruit denken en te negatief zijn. Maar nee, dit is niet goed voor de financiën. Laat dat duidelijk zijn. Ja, nog even weer terug naar de dag van vandaag. Want misschien is de beslissing van Eversen en Baan om te stoppen best te begrijpen. Maar de timing van het naar buiten brengen is ronduit ongelukkig te noemen. Op de dag van de rouwstoet en de crematie van clubicoon Tony van Ede. Spartanen konden gisteravond al afscheid nemen van de voormalig rechtsbuiten. Die lag opgebaard in de ridderzaal van het kasteel. Ja, ik vind dat hij er hartstikke mooi bij ligt. Precies zoals ik hem herinner. In zijn breekbare gestalte, want dat was hij. De laatste jaren ging zijn gezondheid, lichamelijk en ook geestelijk, flink achteruit. Maar ik vind het nog altijd fijn om hem zo te herinneren. Want ja, dat hoorde ook bij een mensenleven. Niet alleen de snelle schicht, maar ook in zijn ouderdom en zelfs in zijn aftakeling was hij Sparta trouw. Mooi. Hij was vreselijk snel, pakte zijn goals mee, legendarische goals. Ook die bij Glasgow Rangers gescoord. Ongetwijfeld een van de grote legendes van Sparta. Misschien is het wel de legende van Sparta. Hoe dan ook, een icoon en een fantastische vent. Na elke wedstrijd die hier gevoetbald had, hadden we even een praatje boven. En Tony was niet zo'n praten, dus die was meestal van goed gespeeld of het was niks of dat soort dingen. Maar verder samen met Gronny natuurlijk een fantastisch stel wat altijd aanwezig was. En hij mocht het wel zeggen als jij slecht had gespeeld? Dan als er iemand wat moest zeggen en mocht zeggen, dan was het Tonno. Hoe is deze avond voor u? Nou, het is een warme deken, hè. In één woord geweldig wat Sparta hier dus doet. Had u deze grote opkomst verwacht? Nou, verwacht, gehoopt. Laat ik het zo wel gehoopt, ja, voor Tom. Want dat kwam hem dus echt toe. En tot zover onze berichtgeving over Sparta. Ruud, het laatste woord is er nog niet over gesproken, maar bedankt voor nu in ieder geval. Ja, en daarover straks meer. Huiseigenaren die hun woningen laten verpauperen of ze illegaal verhuren, krijgen voortaan van de gemeente Rotterdam niet alleen een waarschuwing, maar ook een boete. En die kan oplopen tot ruim 18.500 euro. Alle Rotterdamse huiseigenaren krijgen daarover een brief deze week. Niet iedere huiseigenaar zorgt ervoor dat zijn of haar woning in goede staat is. Ook worden er verschillende panden illegaal verhuurd door malafide eigenaren. In een te kleine woning zit dan een flink aantal mensen tegen een veel te hoge prijs. De gemeente pakte deze huisjesmelkers al jaren aan. Maar dat gaat dus nu nog strenger worden. Je moet zich voorstellen, wij kwamen controleren. En dan moesten we de eigenaar 2 weken de tijd geven om het op orde te brengen. Nou, wat gebeurde in die 2 weken? De overbewoning wordt verplaatst naar een ander pand. Wij kwamen weer langs, nou inderdaad keurig op orde. Wij vertrokken weer en het ging weer verder. Nou, dat is nu dus nu over. Wij kunnen in één keer beboeten en dat gaan we ook nu doen. De gemeente kan nu zelf geldboetes uitschrijven omdat de wet gewijzigd is. De maatregel is volgens wethouder Karakoes hard nodig om woonoverlast voor de andere wijkbewoners te beperken. De bewoners hebben enorm last van huisjesmelkers. U moet zich voorstellen dat als iemand bij u een pand koopt, geen interesse heeft in het pand, het laat verloederen door achterstand in onderhoud te creëren. En wat krijg je dan? Dan gaan die welwillende eigenaren op den duur ook de moed opgeven van ik stop hiermee, ik stop ook met mijn investering in mijn buurt, in mijn woning. En desnoods ga ik de buurt verlaten. En dat is wat wij absoluut niet willen. En vandaar dat we zeggen van die welwillende eigenaren nemen we in bescherming. En die huisjesmakers, ja, die gaan maar vertrekken als ze hun gedrag niet aanpassen. En dat doen we alles aan. De gemeente wil later dit jaar de verenigingen van eigenaren die geen onderhoudsplan hebben of het budget daarvoor via de rechter dwingen dat alsnog te regelen. Te vaak doorverwijzen, te veel regels en te weinig communicatie over bijvoorbeeld wegwerkzaamheden voor de deur. Ondernemers in Rotterdam hebben heel wat aan te merken op de gemeente. En dus wil de gemeente daar wat aan doen. Wethouder Schreier presenteerde vanmiddag de ergernissen top 10 van ondernemers en kondigde meteen aan wat hij eraan gaat doen.
Bette Holterman heeft een autoschadebedrijf op industrieterrein Spaanse Polder. En als er iets is waar ze als ondernemer last van heeft, dan is het wel... de regelgeving. Maar ook de contacten binnen de gemeente zijn een punt van kritiek. De ambtenaren van het OBR bijvoorbeeld zijn meestal wel aardig en behulpzaam, maar toezeggingen worden soms niet nagekomen en de mensen rouleren wel heel vaak. We hebben een periode gehad, was jaarlijks. En dat je eindelijk contact met iemand en dan ging die weer weg. En eer je de ander dan weer helemaal ingepraat hebt over wat de ondernemers hier willen. En ben je weer een stuk tijd verder. En de ondernemers geven heel duidelijk dikwijls aan wat ze willen en wat ze niet willen. En dan wordt er toch een ander plan getrokken. Ik heb toch het idee dat het toch niet helemaal goed geluisterd wordt naar de ondernemers. Veel ondernemers hebben soortgelijke ervaringen. Ze voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd. En dat is dan ook de nummer 1 in de ergernis top 10. De gemeente wil daar snel wat aan doen. Een van de ideeën is om het gemeentenummer 14010, om daar ook een doorverwijzing gelijk naar vragen speciaal gericht voor ondernemers te doen. Zodat ze ook iemand van de helpdesk aan de lijn krijgen, die ook niks anders doet dan ondernemersvragen beantwoorden. En dan ook zeker weten dat ze bij de juiste persoon terechtkomen. Ook wat betreft de regels blijft de gemeente bezig om de regeldruk te verminderen. Een van de ideeën die we nu hebben is bijvoorbeeld maar 4 keer per jaar communiceren over de wijzigingen. Dus niet elke week een wijziging op het een of het ander. Maar je hebt een paar momenten per jaar dat je de wijziging en doorvoert en dan ook communiceert. Zodat het voor mensen ook overzichtelijker wordt. De gemeente heeft ook beloofd de communicatie over wegwerkzaamheden te verbeteren. Ja, 20 jaar geleden was de komst heel bijzonder. Zo'n groot café in een voormalig verzekeringskantoor. Nu is het café niet meer weg te denken. En ik heb het over Grand Café Dudok. Inmiddels al 2 decennia een succes aan de Meent in Rotterdam. Voldoende reden voor een feestje en wie jarig is, trakteert. En als je Dudok heet, doe je dat natuurlijk op de eigen beroemde appeltaart. Maar niet veel mensen wisten van de tractatie. Armie toevallig dus zeiden van nou, we gaan even een appelgebakje eten bij Dudok. En toen bleek dat Dudok ook nog 20 jaar bestaat, dus dat was wel erg leuk. Ja, het was een verrassing. Ik kwam hier met mijn moeder lunchen en ineens hoorde ik dat ze gratis appeltaart kreeg vanwege 20 jaar bestaan. Dus ja, was een leuke verrassing. De befaamde appeltaart werd in het begin gebakken in Rotterdam, maar het werd zo'n succes dat die ene oven in de entree het niet meer aankon. Nu worden de taarten gemaakt in een grote bakkerij in Numansdorp. Dat recept van die taart, kunnen wij dat krijgen? Daar moet ik je helaas in teleurstellen. Het gaat wat ver om te zeggen dat er een kluis is met een geschreven geheim recept. Maar dat is binnen ons bedrijf een van de meest bewaarde geheimen, best bewaarde geheimen. En zo zag het er na de opening 20 jaar geleden uit. Eigenlijk geen spat veranderd. Zeker voor die tijd was het echt iets heel unieks. Je had eigenlijk geen grootschalige horeca, in ieder geval qua dagzaak, brasserie zoals dit. Dat stond eigenlijk nog helemaal niet in Rotterdam. En in die zin was Dudok daarin de eerste die dat van de grond gekregen heeft. Zo, de taart is op. Op naar de volgende 20. Meer woningbouw, extra bedrijventerreinen of toch meer natuur en recreatie. De belangrijkste taak van provincies is de inrichting van de zogenaamde buitenruimte. Zuid-Holland is met 3,5 miljoen inwoners de dichtstbevolkte provincie van Nederland. En de strijd om de grond is elke 4 jaar weer een belangrijk verkiezingsthema. In deel 3 van onze serie Zuid-Holland kiest het CDA en de SP op bezoek bij een Gerbera-kwekerij in de Zuidplaspolder bij Nieuwekerk. Wij hebben de afgelopen jaren al heel wat keren met wethouders, met bestuurders, provincie en overheden om tafel gezeten. En iedereen die heeft het beste met je voor, maar er gebeurt niks. Al 13 jaar heeft Stefan van Stekelenburg zijn bedrijf in de Zuidplaspolder. Maar hij zit klem, want de provincie Zuid-Holland wil veel veranderen in dit gebied, ten noordoosten van Rotterdam. Al jaren wordt er gesproken over mogelijke woningbouw, kassen en de aanleg van natuur. Maar er is veel onduidelijk, vooral voor ondernemers. Vergunningen voor uitbreiding of nieuwe apparatuur krijgen ze niet meer. Maar het is ook onduidelijk of ze moeten verhuizen. Ik wil vooruit. Het bedrijf moet groeien. We hoeven niet per se heel veel groter te worden, maar er moet wel groei in blijven zitten.
Ik heb ook 8 mensen in vaste dienst en die moeten ook de huur of de hypotheek elke maand blijven betalen. Daar heb je ook mee te maken en het lijkt wel of dat daar ook niet naar gekeken wordt. De Zuidplaspolder is een goed voorbeeld van de strijd om de ruimte, want die is schaars in Zuid-Holland. Het CDA is voor een beperkte uitbreiding van bedrijventerreinen in de provincie. En er mogen van de partij meer kassen worden gebouwd in de Zuidplaspolder. Als we op zoek gaan, en dat moeten we, willen we ook de economische basis voor het glastuinbouw in Zuid-Holland overeind houden, dan moet er ook in de Zuidplaspolder ruimte blijven voor de uitbreiding ook van het glasareaal. De SP wil geen nieuwe bedrijventerreinen en in de Zuidplaspolder moeten verouderde kassen worden opgeknapt. Glastuinbouwlocaties zijn, en die zijn hier, dat heb ik ook net van de ondernemer gehoord, die zijn hier, die niet worden gebruikt zoals ze moeten worden gebruikt of helemaal niet worden gebruikt. Die kunnen de ondernemers, zoals deze hier, die kunnen worden overgenomen en dan kan hij zijn arsenaal aan glastuinbouw uitbreiden zonder dat dat meer glas in geheel oplevert. Ook bij het creëren van nieuwe natuur staan de partijen tegenover elkaar. Het CDA in Zuid-Holland steunt het beleid van het kabinet Rutte om geen nieuwe natuur meer aan te leggen. We hebben heel nadrukkelijk als CDA aangegeven van we gaan geen goede landbouwgrond meer prijsgeven aan vernatting. We gaan geen moerassen meer creëren. We gaan geen boeren onteigenen om daar nieuwe natte natuur te creëren. De SP vindt het juist zonde dat de ontwikkeling van natuur is stopgezet. Er is nu geïnvesteerd, er is miljoenen besteed aan het ombouwen van landbouwgrond naar natuur. En wanneer dus nu blijkt dat je nu moet stoppen, dan heb je dus daar een lapje en je hebt daar een lapje. En die samenhang is zoek, en dat is juist de kracht van die structuur die toen bedacht is, van dat moet in elkaar overlopen, dan heeft iedereen daar wat aan. Voor Stefan van Stekelenburg is het voorlopig geduld hebben en wachten tot de politiek hem eindelijk duidelijkheid geeft. En morgen in deze serie Zuid-Holland kiest een aflevering over jeugdzorg. Dit was Rijnmond Nieuws. Straks na het weer kattenkwaad uithalen in de stad met Jack Wouters. Hey Kaoen. Ja? Als ik nou zeg kattenkwaad, hè, wat zeg jij dan? Echt waar? Ja. Oké, gaan we dat doen. Verderop in dit uur, ik ben Rotterdammer. Meer nieuws vindt u op Rijnmond.nl. Nog een prettige dag verder. Dag.